Het hoofdthema is kunst. Binnen het hoofdthema is het interview en dat gaat over concentratie. Eerste vraag is, jij bent hoeveel tijd van je leven geconcentreerd geweest? Nou ja, kijk, als je schrijft ben je natuurlijk geconcentreerd, maar soms schreef ik maandenlang niet. En dan was ik dus niet geconcentreerd, maar op een andere manier ben je dan toch geconcentreerd. Ook al denk je niet bewust aan een bepaald iets, op een andere verdieping ben je toch geconcentreerd. Zou je concentratie kunnen definiëren? Nou, het is alles wat op één punt bij elkaar komt. Hè? Je hebt concentratiekampen. Daar ben ik er gelukkig nooit in geconcentreerd geweest. Nou. Nou, ik heb ooit eens in een programma over concentratie gezegd. Totaal denken aan absoluut niets. Je begint bij concentratie je te focussen op een klein beetje. Dat wordt steeds minder, dus uiteindelijk zou het zijn dat je volkomen denkt aan niets. Kun je dat... Ja, maar dan komen we bij Zen en bij Boeddha terecht. Hè? Ja. Maar het omgekeerde is ook waar, dat het uit het niets komt. Dat je helemaal niet denkt aan een nieuw boek of wat. En dan stap je in de tram en ineens heb je de flash, dat grote idee. Het is nergens dan dat. Heb je wel het idee dat je op een bepaald concentratielevel altijd zit? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het is geboortefout of kwaliteit, hoe je het zeggen wil. En is het zo dat, laten we zeggen, iemand, laten we nou een guru nemen, de totale... Leraar. Is die permanent geconcentreerd? Is het genie 96% van de tijd geconcentreerd? Is daar zo'n schaal in dat je, zeg maar, dat jij in dat vlak iets van 80% of misschien wel 90%? Het is een beetje moeilijk om het zo te kwantificeren. Maar ook een hoop goeroes die niet goed wijs zijn. Hè? Ja, maar goed, kunnen toch. Denk je niet dat heel veel gekken op een bepaalde manier geconcentreerd zijn? Oh, vast. Tuurlijk. Het feit dat ze Napoleon zijn bijvoorbeeld, hè? Dat is een hele prestatie. Ja, maar waar ik op aan wil is concentratie. Hoe heilig is de concentratie voor jou? Ja, hoe heilig is de concentratie? Kijk, als je boeken schrijft zoals ik, wat doe je dan? Dan voeg je iets toe aan de werkelijkheid. Je hebt ook mensen die kopiëren alleen maar, die verdubbelen de werkelijkheid. En die schrijven een boek over de kopieerlust des dagelijks hun levens, over hun leventje, thuis. Dat is niet mijn soort. Ik wil niet de werkelijkheid verdubbelen, maar uitbreiden. En dat doe je door het te doen. Niet door van tevoren na te denken, hoe moet ik dat doen, doe ik dat doen. En dan gaan zitten en schrijven. Nee, het gebeurt in het schrijven. En als je een boek af is, dan is dat absoluut niet wat je wou doen. Want daar had je eigenlijk niet zo'n idee over. En ik denk dat de impuls om het te doen, een boek te schrijven of muziek of wat dan ook, hè, is dat je zelf wil weten wat je aan het maken bent. Wat er nog in je zit. Huh? Wat er nog in je zit. Ja, nou, misschien eens in me. Maar in ieder geval wat er op dat papier komt te staan. En dan kun je weer vragen, was dat dan eerder? De vraag is, was het er al eerder? Kijk, Michelangelo, beroemde beeldhouwer, heeft gezegd dat ze zei, God, hoe kun je hemelsnaam zo'n beeld maken? Hoe is het gods mogelijk? En dat hij antwoordde, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon de overtollige steen weghakken. Ja. En dan blijft het vanzelf. Maar ik bedoel met dat heilig, jij bent heel trouw aan je talent. Jij vindt, ik ben schrijver, dus ik moet schrijven. Kan daar alles voor wijken? Ja, nou ja, kijk, ik, voor zover ik weet heb ik nooit echt slachtoffers gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook artiesten of schrijvers die echt slachtoffers hebben gemaakt thuis. Is dat erg? Nou, nee, ja. Voor die slachtoffers, maar ik bedoel, voor de kunst is het goed. Nee, voor de kunst is het natuurlijk goed. Een zegen. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, dan ben ik niet zo'n groot kunstenaar, omdat ik niet zoveel slachtoffers heb gemaakt, voor zover ik weet, hoor. Ja, want hoe diep ben je daarin gegaan, in dat denken daarover? Nou ja, ik ben ook niet zo'n aansteller. Kijk, Lodewijk van Dijssel, op zijn oude dag, ging je erheen.
En dan zei de huishoudster, nee, de meester schept. En dan moest iedereen op zijn tenen lopen en zo. Die flauwekul heb ik absoluut niet. Nee. Kijk, je mag een groot schrijver zijn. Hè? En dat, als je dat bent, of iemand dat is, hoor je dat van anderen. Van, ja, dat is fantastisch wat je daar gedaan hebt. Maar zo gauw je gaat denken dat het je verdienste is, dan zit je totaal fout. Dan kom je regelrecht in de leugen terecht. Mm-hmm. Want dat is niet je verdienste. Je kan zeggen, ja, het talent, maar dat je dat hebt, is ook niet je verdienste. Waar het vandaan komt, sommige mensen zeggen, het is een gave. Van wie? Van God. Maar God, dat zijn drie letters. Althans bij ons. Mm-hmm. In andere talen hebben ze het 5 letters soms. Medeklinkers laten ze weg. Hè? Ja, ja, nee, goed. Nee, maar ze zeggen Allah. Mm-hmm. Hè? Dus als je gaat beroemen op iets wat niet je verdienste is, dan ben je een leugenaar. Maar waarom voel je je dan wel... Je voelt je verplicht ten opzichte van je talent? Mag, nou, het is niet verplicht. Het is... je doet wat je er zin in hebt. Ja. En dan word je dan nog. Maar en heeft die zin dan, is die dan weer terug te voeren op dat je het prettigste voelt als je geconcentreerd bent? Is dat een staat van leven waarin je denkt, hè, nu ben ik helemaal gewoon... Ja, maar het kan ook een opwinding zijn, hè? Dat je zit te transpireren en hè, dat je trillerig en raar wordt. Heb je wel moeite om te schrijven of valt dat... Hoe bedoel je? Nou ja, dat je er niet uitkomt of dat je geblokkeerd bent. Natuurlijk, ik heb wel een romans begonnen. Ik heb daar nog 200 bladzijden liggen. Dat lukte niet. Nee. Ligt daar te liggen. Gooi het ook niet weg. Enig idee waar dat aan ligt? Ja, dan rust Gods zegen er niet op. Maar je komt dus weer in die woorden om. Het woord God valt tamelijk veel voor een... Daar ben je helemaal niet van gediend. Daar hou ik niet van. Nee, nee, vertel eens hoe... denk je dan... heb je van tevoren niet goed genoeg nagedacht? Want je geeft net aan dat je eigenlijk van tevoren helemaal niet zo erg nadenkt over hoe... Nee, roman... je moet je... Kijk, als je een verhaal schrijft, als we toch een roman hebben... Dan moet je een beetje in de lijn van het verhaal, een paar bepaalde karakters... en op een of andere manier moet dat klikken. Mm-hmm. Zoals een ritssluiting, mm-hmm. dat op elkaar. En soms is dat niet het geval. Mm-hmm. En dan kun je eraan werken en doen, maar het beste is het dan maar weg te leggen. Nou ja, ik merk het bij conferences, hè? Als ze dus tijdens het doen niet groeien, niet groter worden... Nou ja. En het publiek ja, niet, zo, dan op een gegeven moment is het weg. En vaak heb je over iets een idee van een begin. Ja, dat is misschien wel beter dan ik ooit gedacht heb. Ja. Ja. Is niet goed. En het hangt natuurlijk ook voor een groot deel in jouw geval van het publiek af. Van zo'n zaal, je doet hetzelfde de volgende dag. Het is heel anders. Ik merk dus in mijn concentratie dat als ik een programma er eenmaal in heb zitten... dan loop ik eigenlijk het toneel op en dan in die wandeling gaat gewoon die knop om. Ja. Nou, maar als je het voorbereidt, dan duurt het lang. Hè? Dus de eerste voorstelling, daar heb je een concentratie van 10 dagen, bij wijze van spreken. En dat wordt steeds minder naarmate je het beter uit je hoofd gaat. Maar dat, dan is het... Ik ben toch wel even benieuwd naar hoe je dan... Of jij ook iets van een verandering merkt als je, bij dat begrip. Of je iets voelt of dat je denkt van ja, nu ben ik het niet of nu wordt mijn concentratie... Nu moet ik ophouden. Ja, of verstoord of... Nou ja, je moet vooral ophouden als het goed gaat. Als je aan het schrijven bent, moet je nooit ophouden als je vast zit en denkt nou, dan ga ik naar bed. Nee, dan de volgende ochtend zit je weer voor dat... Dus dan moet je, voordat je naar bed gaat, overheen. En dan loopt het weer en dan kun je rustig naar bed. Maar wat ik er nog bij wil zeggen is dat... Om iets moois te maken, en het beroep is het jouw, dan moet je talent hebben. Maar wat ook heel belangrijk is, in mijn geval, dat je een lezer met talent treft. Die het talent heeft om te lezen. En hij zal een andere mening hebben dan iemand anders die dat talent niet heeft. Die zit te kijken van veel zich dood en wil naar voetballen gaan kijken of zo. Dus van het talent van de lezer of de kijker ben je ook... Schrijf jij dan ook
met het idee van de lezer in je hoofd? Nee. Niet? Dat ik denk, dit is te moeilijk. Ja? Of nee, absoluut niet. Nee, maar goed, je kan een ideale... Ik heb vaak dat ik een zaaltje van 500 man ergens aanspreek. Mm-hmm. Dat is dan mijn referentie. Dat jij hebt een ideale lezer, of je hebt ooit eens iemand gesproken waarvan je dacht... Dat die heeft het goed begrepen en dat je dan aan hem denkt terwijl je... Nou, dat gebeurt wel soms, ja. Ik denk, wat zou hij er nou van vinden? En dan hoor je hem zeggen, onzin, ja. Hè? Ja. Dat is, ja. Grappig. Verstijft, alsof Holbein's dood met zijn gespleten buik onder het dansen een afwezige blik op mij had geslagen, werd ik wakker. Alle lampen brandden en het eerste wat ik zag was een bruine plek op het plafond in de vorm van een gespreide pauwestaart. Ik wist dat ik zojuist nog had gedroomd, maar toen ik in mijn gezichtsveld probeerde te krijgen, zag ik het alleen nog als een grote ingewikkelde structuur half boven de horizon hangen. Een kolkend onweer van ijzer en hout, allerlei veranderende gezichten erin, die evengoed in aantocht kon zijn als op de aftocht. Ik hield mijn linkerpols boven mijn gezicht. Met het gelijk van een gek wees de grote wijzer de 7 aan. De kleine lag als een afgerukte insectenpoot achter het glas. Ook zag ik nu dat ik nog aangekleed was. Ik moest aangekleed op bed zijn gaan liggen, al half slapend. Van mijn aankomst gisteravond herinner ik mij niets. Ik zag licht. Maar dat ik in het hotel kwam, ingeschreven werd, de lift nam, deze kamer binnenging, daarvan herinner ik mij niets. De eenpersoonskamers waren blijkbaar bezet. Ik heb een dubbel bed gekregen. Zwetend ging ik overeind zitten en zag pas toen hoe onbegrijpelijk smerig ik was. De grote spiegel in de deur van de kleerkast toonde mij als iemand die eerder te paard leek te zijn gekomen dan met een illusion.